Voorzitter, even een toelichtende vraag, dat ik het dan goed begrijp. Zegt de minister nu, artikel 62, onder artikel 62 was het al 15 jaar lang mogelijk dat een drogist een digitale, dus een iPad in de winkel had in plaats van een fysieke drogist. En alleen doordat ook een supermarktketen diezelfde constructie wilde gaan doen, daardoor is deze zaak bij de Raad van State beland. Maar zegt de minister nu eigenlijk, artikel 62 zegt al 15 jaar lang dat je dus gewoon in plaats van een fysieke drogist ook een digitale drogist had kunnen hebben. De minister. Voorzitter, wat de Raad van State nu zegt, dit is de praktijk. En wat naar aanleiding van een testcase van een drogisterijketen door verkoop van een supermarkt, waar dezelfde voorwaarden overigens voor zetten, ook een drogist in dienst hebben, hetzij live, hetzij op afstand, heeft men nu daar een testcase van gemaakt, tot en met de Raad van State. En dan zegt de Raad van State, ja, als wij goed naar de bestaande tekst van de geneesmiddelenwet kijken, dan komt het er feitelijk op neer dat er gewoon live, fysiek, een drogist aanwezig moet zijn. En als we daarmee die praktijk volgen, dus dan moeten we, als we de bestaande wet laten staan, dan betekent dat dat online verkoop onmogelijk wordt, maar dat de verkoop ook onmogelijk wordt in die drogisterijen waar niet op dat moment een drogist aanwezig is. Mevrouw Van den Berg. Voorzitter, want de minister die schrijft ook in zijn brief van gisteren, hij zegt net van nou, die websites die vallen onder een aparte Europese richtlijn. Zo hebben wij dat ook begrepen. Maar dat als je kijkt naar de uitspraak van de Raad van State, dat die ook effect zou hebben op dus die websites. Kan de minister dan aangeven hoe dit dan juridisch helemaal is gelopen? Op een bepaald moment komt die Europese richtlijn over die websites, is volgens mij nadat wij hier al drogisterijen et cetera hadden die gewoon UAD-middelen verkochten. Dus ik ben nu juridisch, zeg ik, helemaal het pad kwijt. De minister. Ja, als je me vraagt om de precieze tijdslijn van de Europese recht, dan moet ik daar even op terugkomen. Dat heb ik hier niet, dus de precieze tijdslijn weet ik niet. Alleen wat zo is, is dat als wij advies via een chat, via een telefoon, via videobellen verbieden, en dus verplicht stellen dat het contact met een drogist live moet zijn, direct in gesprek, dan maken we de verkoop van UAD-geneesmiddelen via internet, maar overigens ook via een drogist waar op dat moment niet fysiek een drogist aanwezig is, maken wij onmogelijk. En ten aanzien van dat internet, het is niet alleen een stap terug in de tijd, maar het heeft dus grote gevolgen voor beschikbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen. Mevrouw Agema heeft daar een aantal, wat mij betreft, volstrekt terechte opmerkingen over gemaakt. Voor middelen, het gaat even goed scheiden, het CBG beoordeelt de categorisering van de middelen. Maar de middelen en de voorbeelden die gebruikt zijn, een middel voor hooikoorts, een middel voor zuurremming, een middel voor bepaalde pijnstilling, wat mensen bij gelegenheid nodig hebben, met een goede bijsluiter, met de mogelijkheid, dat wordt dan bij afwezigheid van een drogist en ook online niet meer mogelijk. En dat staat ook Europese regelgeving in de weg. Mevrouw Van den Berg. Ja, voorzitter, want begrijp ik dan. Goed, ik wil dit gewoon nu even. Ik probeer even mee te denken met de minister. Hè. Laat ik het dan even helemaal 180 graden in een andere stoel gaan zitten. Waarom is het dan zo dat als je zulke strenge voorwaarden hebt, gewoon zeg ik, als jij in een winkel wat gaat kopen, en de winkel waar ik in ieder geval in Goes kom, die stelt mij altijd keurig bepaalde vragen bij bepaalde geneesmiddelen. En waarom hoef je dan op een website waar ik die diclofenac probeerde te kopen, dat er werkelijk helemaal niets hoeft te gebeuren op dit moment? Want dat kan ik dan ook niet rijmen, ja. Zelfs niet als ik met de minister mee wil denken. De minister. Ja. Voorzitter, voor beide geldt dat de vraag moet zijn, hebt u nog aanvullende informatie nodig? En als die aanvullende informatie, als het antwoord daarop ja is, dat die informatie ook moet komen van een drogist of assistent drogist. En dat kan er een zijn fysiek en dat kan er een zijn op afstand. Nou, we doen het in drieën, maar ik zeg dus alleen maar, de website die ik heb geprobeerd, voorzitter, was dat in ieder geval gebeurde er helemaal niks.